Onafhankelijke staat Kroatië was een vazalstaat van de nazi's. En die werd opgericht nog tijdens de Duitse invasie van Joegoslavië. Op 15 juni 1941 trad Kroatië officieel toe tot de asmogendheden. Nou, hoe dit proces verliep ga jij leren in deze video over het Duits-Kroatische bondgenootschap. Het Koninkrijk van Joegoslavië was opgericht na de Eerste Wereldoorlog. Stond aanvankelijk nog bekend als het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen. En vanaf 1929 werd het een dictatuur geleid door koning Alexander I. En stond toen bekend als het Koninkrijk van Joegoslavië. Nou, binnen dit koninkrijk, dat werd geleid door de Serviërs, was enorm veel ontevredenheid. En met name onder de Kroaten. Zij voelden dat ze werden benadeeld door de Serviërs. Dit heet ook wel het Kroatische vraagstuk, waarbij dus de Kroaten meer autonomie, meer zelfstandigheid wilden hebben binnen het Koninkrijk van Joegoslavië. Gevolgen waren ook extremistische bewegingen. En een voorbeeld daarvan was de beruchte Ustasja. Dat was een Kroatische ultranationalistische beweging. Die werd geleid door Ante Pavelić. En die werd ook wel de Poglavnik genoemd. Wat zoiets betekent als de leider. De Ustasja's waren overigens ook verantwoordelijk voor de aanslag die werd gepleegd in 1934 op koning Alexander I. Toen hij Frankrijk bezocht. En hij kwam daarbij om het leven. Kun je zeggen dat de Ustasja's nazi's waren of fascisten? Nou, ze zaten er wel heel erg bij in de buurt, maar het was niet zo dat ze alleen waren gebaseerd op het Italiaans fascisme of Duitse nazisme, maar het was zeker wel een totalitaire beweging die geweld niet schuwde. De woorden van Ante Pavelić die liegen er niet om. Messen, revolvers, automatische pistolen en tijdbommen zijn de klokken die luiden in de dageraad en wedergeboorte van de Kroatische staat. En die Kroatische staat, nou, die kwam er. Eerst tekende Joegoslavië nog een bondgenootschap met Nazi-Duitsland. Het trad officieel toe tot het Drie Mogendhedenpact. En dat gebeurde op 25 maart 1941. Maar 2 dagen later pleegden Servische militaire leiders een staatsgreep in Belgrado. De regent Paul werd afgezet en de zoon van Alexander I, Peter II, kwam op de troon. Hitler was woest. En op 6 april 1941 vielen de Duitsers Joegoslavië binnen. Op 10 april trokken de Duitsers de Kroatische stad Zagreb in en scheidden Kroatië zich af van Joegoslavië. Deze Kroatische staat stond bekend als de onafhankelijke staat van Kroatië. In het Kroatisch afgekort als de NDH. Was in werkelijkheid verre van onafhankelijk. Was gewoon een vazalstaat van de Duitsers en de Italianen. Deze staat betrof zo'n 40% van het oorspronkelijke gebied van het Joegoslavische Koninkrijk. In deze staat woonden ruim 3 miljoen Kroaten, 750.000 moslims, 40.000 Joden en 1,9 miljoen Serviërs. Duitsland wilde economische voordelen en een bevoorrechte status voor de etnische Duitsers die er woonden. De Duitsers oefenden sterke invloed uit over de Kroatische economie. Vanaf de eerste dag waren er Duitse soldaten te zien in de straten van Zagreb en bezetten diplomatieke vertegenwoordigers belangrijke plekken. Nou, officieel was de NDH een koninkrijk waaraan de Italiaanse monarch, die werd Tomislav II genoemd, de koning was, maar die heeft daar nooit gewoond. De echte leider, dat was Ante Pavelić, die dus de Poglavnik werd genoemd. Pavelić arriveerde in Kroatië op 13 april, nadat hij 12 jaar in het buitenland had gezeten. Tegen Italiaanse journalisten sprak hij de volgende woorden. Het huidige herstel van de Kroatische onafhankelijkheid is gebaseerd op historische en etnische factoren. De panslavistische beweging verspreidde over de hele wereld het geloof dat wij één volk zijn met de Serviërs. Dit is niet waar. Aangezien de Kroaten volgens de rassenleer geen slaven zijn, maar eerder Kroaten door hun afkomst en niets anders. Zonder de bekende verschillen in religie en cultuur te herhalen, zijn de twee naties zelfs in somatische zin etnisch gedifferentieerd. Je ziet dus dat ook de Kroatische Ustasja bezig waren met de rassenleer. Ja, in werkelijkheid behoren Kroaten wel degelijk tot de Slavische bevolkingsgroepen, maar Ante Pavelić, die dacht daar dus anders over. En die geloofde dat de Kroaten meer verbonden waren met het Duitse ras. En voor de duidelijkheid, menselijke rasleer is onzin. Er bestaat maar één mensenras en dat is de mens. Nou, hoe zagen de Kroatische inwoners de opkomst van Ante Pavelić als leider van de onafhankelijke staat van Kroatië? De historicus Stefan Pavlović schreef erover het volgende.
Een aanzienlijk deel van de bevolking, meestal in steden en vooral in Zagreb, stond er positief tegenover. De Ustasja's hadden een beetje steun van de bevolking in West-Herzegovina en Lika, maar vrijwel nergens anders. De meeste mensen accepteerden echter de wederopstanding van de Kroatische staat met het gevoel dat de oorlog snel voorbij was en dat het ergste was vermeden. Maar het ergste, ja, dat moest nog gebeuren. Vanaf het moment dat de Duitsers Zagreb hadden ingenomen, werden Kroatische Joden al gearresteerd. Moordpartijen vonden plaats in mei en in de zomer werden de eerste mensen ondergebracht in Kroatische concentratiekampen. Nou, niet alleen Joden werden het slachtoffer van systematische vervolging door de Ustasja. Ook Roma Sinti, in de volksmond Zigeuners genoemd, en de grootgroep Serviërs die zich bevond in die onafhankelijke staat van Kroatië. Zij werden op een beestachtige wijze afgeslacht door Ustasja-bendes die van stad naar stad trokken om daar de onwenselijke mensen te vermoorden. Veel Serviërs sloegen ook op de vlucht. Naar schatting zijn er 200.000 op de vlucht geslagen. Veel mensen werden vermoord in Kroatische concentratiekampen. Het meest berucht was het Jasenovac-complex. Dat was een vernietigingskamp waar Joden, Serviërs en Zigeuners en ook Kroaten die een andere mening erop nahielden op een beestachtige wijze werden vermoord. Er waren zelfs concentratiekampen voor kinderen. De Duitsers zagen dit Kroatische geweld met lederogen aan. En een afgezant van de Gestapo schreef het volgende naar de SS-politiechef Heinrich Himmler. De Ustasja pleegde hun daden op een beestachtige manier. Niet alleen tegen mannen van dienstplichtige leeftijd, maar vooral tegen hulpeloze oude mensen, vrouwen en kinderen. Het aantal orthodoxen dat de Kroaten hebben afgeslacht en sadistisch dood hebben gemarteld is ongeveer 300.000. De reden waarom de Duitsers hier zoveel kritiek op hadden was omdat de Duitsers geloofden dat het roekeloze geweld van de Ustasja alleen maar meer verzet zou aanwakkeren. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Verschillende verzetsbewegingen ontstonden. Je had de communistische partisanen en de royalistische Chetniks. Kroatië tekende het Driemogendhedenpact op 15 juni 1941. En toen operatie Barbarossa van start was gegaan, hebben de Kroaten ook een legioen gestuurd naar het oostfront. Wil jij meer leren over het Kroatische legioen? Klik hier. En wil jij nou meer weten over de details van hoe de Duitsers tegen het geweld van de Ustasja aankeken? Klik dan vooral hier. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.